voor 100% dat ik ben vertrokken voor een oprechte en eerlijke zaak. De beeldkwaliteit laat te wensen over, maar dit is het verhaal van Victor Droster. Van postbode in Overijssel naar jihadist in Syrië. 3 jaar geleden verlaat Victor Nederland. Deze maatschappij loopt op alcohol en hoererij. Denk je nou echt dat je kan winnen van mannen die harder zijn als steen? Nee, natuurlijk niet. Na dik 3 jaar wacht hem een rechtszaak. En opvallend genoeg geeft hij gehoor aan de oproep van het OM. Mensen hebben ook recht op onze kant van het verhaal. En dan zonder een video waarin mensen worden onthoofd of mensen worden geëxecuteerd. Want punt nummer 1, dat is helemaal niet mijn methodologie. Ja, om het zo maar te zeggen, het is niet mijn weg. Ja, ik ben hier gekomen om mensen te helpen, te bevrijden. En dat ten koste van mijn eigen zelf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatst Victor eind 2015 op de nationale terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft Drosten en zijn mede-uitreizigers op de korrel en wil ze berechten. Het OM geeft ze tot eind januari de tijd om zich te melden. Ik vind dat de aanklacht tegen mij is onrechtvaardig. Lidmaat van een terroristische organisatie, het in handen hebben van een wapen, et cetera. Of het toerijden in de buurt kunnen komen van een wapen. Ja, je bent in het oorlogsgebied. Ik vind het heel erg. Het is bijna, hoe zeg je, de aanklacht is bijna wereldvreemd. Je bent in het oorlogsgebied. Nou, hoe kun je nog niet in aanraking komen met een vuurwapen? Nu het kalifaat in elkaar stort, zijn er meer Syrië-strijders die terug willen. Gisteren nog, de Arnhemse rapper Marwan B. Hij laat in een rap aan zijn moeder weten dat hij terug naar huis wil. Wat Marwan en Drosten de afgelopen jaren precies hebben gedaan, blijft vaag. Wel zegt Drosten dat hij wel degelijk zijn bijdrage levert in de strijd. Vraag de Nederlandse soldaten, zou ik wel kunnen uitleggen. Het is de wachthouder op het front met het regeringsleger van Bashar al-Assad. Maar Drosten wegzetten als IS-strijder is volgens hem volledig flauwekul. Bij welke groepering zit je nu? Ik vind het niet van belang. Ik vind het niet dat het bijdraagt aan het interview. Maar het is niet IS? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Veel jihadisten hebben hun Nederlandse paspoort verscheurd. Maar Drosten heeft het nog. Maar de terugreis wordt levensgevaarlijk. Hij vreest dat hij in het strenger Turkije wordt opgepakt. Want de grens is veranderd in een vesting. De reis zal hoogstwaarschijnlijk over land gaan. Niet met een vliegtuig. Het allergrootste punt is de muur van Erdogan. Daarna is het al een heel stuk makkelijker. Zelfs al word je opgepakt, je zal toch worden uitgeleverd aan Nederland. Of, nou, misschien zit je in Turkije in de cel. Is toch al wat anders dan dat je gewoon weet dat er iemand doelgericht op jou schiet. Terwijl je eigenlijk geen kwaad in de zin hebt. Mijn terugkomst zal puur en alleen gaan om de rechtszaak. Het zal me absoluut niet zijn om mij terug te vestigen in Nederland. Ik weet heel goed dat Nederland niet mijn toekomst heeft. Maar of Nederland Victor Drosten ooit nog zal laten uitreizen als hij hier eenmaal is berecht, is maar zeer de vraag.